Is er een dokter in de buurt? Door Peter Gelderloos, vertaald door Peter Storm. Is er een dokter in de buurt? Anarchisten zijn tegen hiërarchie, maar wat betekent dat eigenlijk? Trendy filosofen en progressieve commentatoren denken dat ze een makkelijk doelpunt hebben gescoord als ze een klein nummertje weggeven, zoals dit. Anarchisten leven niet in de echte wereld. Ze zouden hun buurman of buurvrouw geen hersenschirurgie op hen laten verrichten, dus ze erkennen expertise, maar expertise is hiërarchie. Anarchisten hebben feitelijk meer dan een eeuw lang hiërarchie bestudeerd en geanalyseerd. Het zou dus geen verrassing moeten zijn dat we precies deze vraag heel, heel vaak hebben beantwoord. De verwarring is weinig meer dan woordenspel, waarin de definities van drie zeer verschillende begrippen door elkaar worden gehaald: rang, expertise, en hiërarchie. De wateren zijn vertroebeld door populisten die doen alsof alle vormen van macht hetzelfde zijn, zoals door kunnen gaan met het rechtvaardigen van juist de ergste en meest onderdrukkende manieren om macht te gebruiken. Ook psychologen met een individualistisch vooroordeel en diergedragskundigen, die overmatig simplistische schema's hebben gecreëerd door dieren in gevangenschap te bestuderen, hebben de verwarring erger gemaakt. Ze werden tot de term hiërarchie aangetrokken ondanks, of misschien vanwege, het feit dat die term oorspronkelijk toegepast was op de menselijke maatschappij en door anarchisten ontwikkeld was om onderscheid te maken tussen rechtvaardige en onrechtvaardige vormen van sociale organisatie. Dat betekenissen veranderen door tijd en context is een taalkundig feit, maar het effect van deze veranderingen is verre van neutraal. Er zijn veranderingen die betekenissen vernietigen, die het makkelijker maken om mensen te manipuleren en moeilijker maken om duidelijk te spreken. Om wat voor reden dan ook is het Engels bijzonder kwetsbaar voor zulke veranderingen. Misschien omdat het de taal is waarin advertising is uitgevonden, of vanwege haar overvloed aan zowel homoniemen als synoniemen. Of misschien het wijdverbreide puritanisme in de cultuur. Hoe dan ook, we kunnen vaststellen dat de eerder aangeduide manieren om het begrip hiërarchie te gebruiken niet correct zijn. Dit is niet alleen vanwege de oorspronkelijke betekenis van het term, maar ook omdat die nieuwe betekenissen het onmogelijk maken om onderdrukking en dwang in menselijke maatschappijen te analyseren. Dat is in veel gevallen precies de reden dat centristen de term uit anti-autoritaire theorieën hebben proberen te stelen. Rangschikking. Rangschikking is een vergelijkende, lineaire ordering van elementen. Bijvoorbeeld iemands favorieten in een atletiekwedstrijd of het beoordelen van de bekwaamheid van mensen in een specifieke activiteit. Dit voetbalteam is beter dan dat team. Zij raakt het doel het beste. Ik hou meer van Grutten dan van Muesli. De criteria zijn oneindig. Er zijn miljoenen vaardigheden of voorkeuren om te vergelijken, en er zijn miljoenen manieren om ze te vergelijken. Waar sociale hiërarchie afwezig is, daar geeft rangschikken geen macht over anderen. Een hoger rang kan je status geven, het geen zekere rol kan spelen in werkelijke hiërarchieën, maar het is op zichzelf geen hiërarchie. Nummer 1 ergens in zijn geeft je elders niet noodzakelijk een voordeel. Expertise. Expertise is de sociale erkenning van kennis en bekwaamheid. Die erkenning kan informeel zijn, wanneer je bijvoorbeeld je buurvrouw vraagt om je auto te helpen repareren, omdat iedereen weet dat ze een geweldige monteur is. Ook kan die erkenning formeel zijn, zoals met het verlenen van vergunningen om als arts werkzaam te zijn. Indien het formele erkenning betreft, dan betekent dat dat de groep van experts zichzelf georganiseerd heeft om erkenning te verlenen en misschien ook om uit te maken wie het beroep mag uitoefenen. Dit erkent dat kennis collectief is en dat de expertise veel inspanning vereist. Mensen zijn feitelijk niet gelijk, en in sommige gevallen geeft het feit dat je beter of meer ervaren ergens in bent je meer legitimiteit om datgene te doen, bijvoorbeeld de vliegtuigbesturen of bemiddelen bij een ernstig conflict. Vraagstukken van onderdrukking komen in het spel wanneer mensen de toegang tot de opleiding die ze nodig hebben om experts in het gekozen terrein te worden ontzegd wordt. Ook kunnen we over onderdrukking praten. Wanneer de ervaring of bekwaamheid van mensen niet erkend wordt omdat ze afkomstig zijn uit een gemarginaliseerde groep. Wederom vereisen deze twee vormen van uitsluiting het bestaan van sociale hiërarchie. Het zijn geen intrinsieke eigenschappen van expertise als zodanig. Anarchisten vinden het niet moeilijk om zich een samenleving voor te stellen waarin beroepsgroepen hun eigen training organiseren, waarbij ze vrije toegang garanderen en de kwaliteit en veiligheid verzekeren. Als je naar de chirurg gaat. Dan wil je zeker zijn dat die persoon goed genoeg is, of dat, als ze in het verleden gevaarlijk nalatig zijn geweest, dat ze het in de toekomst niet meer kunnen doen. Een vermeden instelling die kan bepalen wie uitgekozen wordt om getraind te worden, vooral als die een monopolie hebben op hun terrein, heeft zeker een autoritair potentieel waartegen anarchisten zouden moeten waken. Maar er zijn meer dan genoeg manieren om zulke instellingen zo te organiseren dat voorkomen wordt dat zulk autoritarisme zich manifesteert. Hierarchie. De oorspronkelijke betekenis van een hiërarchie is regering door priesters. Het beschrijft een sociale orde. Die orde heeft een gesloten organisatie met een interne rangorde die bepaalt wie lid kan zijn en hoe ze de institutionele ladder kunnen bestijgen. Hoe hoger, hoe meer macht men heeft, zowel over de ingewijzenden als over de massas van mensen buiten de organisatie. Met andere woorden, een hiërarchie staat de kleine elite toe om zowel een organisatie als de waarde van de bredere maatschappij te beheersen. Ook wordt iedereen, zowel binnen als buiten de organisatie, ertoe gebracht aan hun overheersing deel te nemen. Zelfs de elite is niet helemaal vrij. Alhoewel zij de meest initiatiefnemende rol hebben, moeten ze nog altijd de logica overeind houden van het instituut dat de macht produceert die ze uitoefenen. Die macht heeft met het verstrijken van de tijd de neiging om te groeien. Dat betekent dat de tradities van de organisatie sterker kunnen zijn. Dan de individuele leden ervan. Uiteindelijk zijn leden van een hiërarchie alleen maar vrij om de macht van de hiërarchie te doen groeien. Daarbij ontstaan conflicten over hoe dat het beste kan worden gedaan. Die worden opgelost door de relatie tussen de macht die de hiërarchie kan mobiliseren en de macht die specifieke leden van de hiërarchie kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden tegen hun tegenstanders. Met andere woorden, de president of opperste heerser van een zeer machtige hiërarchie. Is mogelijk niet in staat om een machtsstrijd te winnen tegen lagere leden van de hiërarchie als die president of opperste heerser daarvoor tegen de traditie, waaronder institutionele structuren, in moet gaan. Ook in een gevecht tegen de belangen van de hiërarchie zelf, zoals die ze zelf opvat, is de winnaar niet per se de persoon aan de top. Andersom kan een dictator of opperste heerser die in staat is om het grootste deel van de macht die door de hiërarchie geproduceerd wordt op commando in te zetten. Die macht uiteindelijk vernietigen als die die macht wijden aan irrationele hooiprojectjes die de basis van de hiërarchie verzwakken. Een verdere overweging is de rol van de mensen die helemaal op de bodem van de hiërarchie staan. Buiten de instituties, maar essentieel voor het bestaan van de hiërarchie zelf. De mensen onderaan zijn, in de zwakste hiërarchieën, geen gevangenen maar toeschouwers. Ze kunnen technisch gezien weglopen. In gevallen als de religieuze orders die enkele van de vroegste staten vormden. Heeft de hiërarchische organisatie enig centraal gelegen symbolisch terrein veroverd? Weglopen betekent dat mensen hun cultuur verliezen. Ze raken de toegang tot sociale betrekkingen en spirituele rituelen die belangrijk voor ze zijn geworden kwijt. In het geval van sterkere hiërarchieën, zoals alle moderne staten, zijn de mensen op de bodem feitelijk gevangenen. We geven onze toestemming niet, we kunnen niet weglopen en de hiërarchie van de staat kan ons wat voor beslissing dan ook opleggen. Desnoods door de macht van politie en leger. Dit is waar anarchisten zich tegenkeren en met goede reden. Het is duidelijk waarom apologeten van de staat het water proberen te vertroebelen, want zodra het onvrijwillige karakter van de staat blootgelegd is, kan haar enige rechtvaardiging nog slechts de brute kracht zijn. Dit was Is er een Dokter in de Buurt door Peter Gelderloos vertaald door Peter Storm. Zoek je linkse boeken, kijk dan eens op chaco.nl.